ochtend ergens in Afrika. Is er wel eens een vogel buiten de dam? De dampkring terecht gekomen. Allemaal vragen waarop het moeilijk is een antwoord. Sta op, je moet een schapen hoeden. Nee! Nee, men mag niet. Ze wil gewoon voorlezen. Ja, wij willen dat ze gaat voorlezen. Nee, ja, ik wil naar school. We hebben niet zoveel geld. Kijk waar we in leven. Ik wil geen schapen hoeden, mais plukken, kleren spinnen of voor mijn broertjes en zusjes zorgen. Ik wil naar school. Camille, het is wat anders. Je moet gaan werken. Nee, we konden het schoolgeld niet betalen. In Moskou is het erg veel geld en papa en mama konden het niet betalen. Nu snap ik wat mama bedoelt met, we hebben er geen geld voor. Ondertussen in Nederland. Zo, heeft u een gehad? Ik kan. Je moet opschieten, je moet naar school. Je alvast doe je als je thuis komt. Ik heb echt geen zin in school. Nee, ik wil ook niet naar school. De vakantie is veel leuker. Je moet gewoon naar school. Kom op. Hup, naar school. Kinderen. Dat hoorden we. Jongens, doe allemaal je pennen en pennen. Ik heb het leuk nieuws. We hebben de kinderpostzegelactie. Dit jaar gaat de opbrengst naar Afrika, want de kinderen daar kunnen niet naar school. Het lijkt me juist fijn om altijd vakantie te hebben. Dat lijkt me ook wel leuk. Jongens, stil. Want als je niet naar school gaat, heb je ook geen toekomst. Dus gaan jullie je best doen om een kinderpostzegel te komen? Ja! Kinderen verkopen zoveel postzegels als ze maar kunnen. Een week later horen ze van de meester hoeveel geld ze hebben opgehaald. Jongens, jullie weten toch dat we postzegels hadden verkocht? Ja. Dit is de envelop hoeveel we hebben opgehaald. Willen jullie het weten? Ja. 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 Willen jullie het echt weten? Ja. Ondertussen in Afrika. Is er wel eens een vogel buiten de dampkring terechtgekomen? Allemaal vragen waarop je moeilijk antwoord kan geven. Zo Camille, je leest echt beter dan dat je voor het eerst op school zat. Dankjewel meester. En het leukste is dat ik het ook nog leuk vind. Het is goed om te horen. En wat wil je laten worden? Juffrouw natuurlijk meester.